¡Atención! Wat ontzettend leuk dat je ook dit jaar weer kijkt naar Toiletjuf Maarten. We gaan gauw op zoek op de kermis in Tilburg de kandidaten die ook dit jaar de potquiz willen, willen spelen. Ik ben nou al van slag, mensen. Wordt een spannende editie. Ik voel het nu al. Weten jullie veel van de Tilburgse kermis? Nee, helemaal niks. Jullie meedoen met een quizje? Ik zou graag meedoen, maar ik weet niks van de kermis. We kunnen het proberen. Ja, oké, laten we komen. Ik ben op zoek naar iemand die heel veel weet van de Tilburgse kermis en die het aandurft om een quizje te spelen. Wat was die quiz? Oh, hebben jullie zin om een quizje te spelen met ons? Een kermisquiz. Een quiz. Nou, mijn algemene kermis is heel belangrijk. Nou, we hebben daar een meneer staan, dat mogen we niet zeggen, die is eigenlijk nog slechter. Dus ik denk dat jullie wel een kans maken. Een kleine kermisquiz. Kijk, dat is mooi. Nou, we hebben de tweede kandidaat gevonden en dan mogen ze tegen elkaar opnemen. De kandidaten zijn gevonden, we hebben ze neergezet op onze toiletpotten. En met wie hebben we te maken? De eerste kandidaat, wie zit er links? Ik ben Rolf. Rolf, en waar komt Rolf vandaan? Uit Weert. Uit Weert. En de eerste jaarkermis? Ja, Weert is de tweede grootste kermis, hè? Ja? In Nederland, dus kom even kijken hier. Dus naar de tweede grootste kermis, de eerste grote kermis van Europa en van de Tilburg. Ja, even kijken. En Rolf, die gaat het opnemen tegen? Martin. En Martin, waar kom jij vandaan? Ik kom uit Zaltbommel. Uit Zaltbommel? Ja. Maar je komt uit Zaltbommel, dat doet me vermoeden dat je nu ergens anders woont. Nee, dat is niet waar. Ik woon nog steeds in Zaltbommel. Nog steeds in Zaltbommel? Ja. Nou, je ziet ze zitten. Rolf en Martin, ik ga gauw van start met de eerste vraag. Urine waar of urine niet waar? Dus ik heb een stelling en heel makkelijk. Jullie mogen zeggen of het urine waar is of urine niet waar. En ik begin met Rolf. Dit jaar staat de mini zweefmolen op het Besterplein. Is dat waar of niet waar? Niet waar. Wat denk jij? Natuurlijk wel waar. Wel waar. Nou, dan gaat de eerste punt naar Martin. Want het is inderdaad hartstikke waar. De tweede vraag in de categorie urine waar of urine niet waar is. De kermis gaat de laatste dag, dat is dus zondag, om 2 uur open. Is dat waar of is dat niet waar? Dat is waar. En wat denkt Rolf? Ja, niet waar dan. Niet waar. Nou, dan gaat het tweede punt naar Rolf. Zo wordt het 1-1 in Toiletjuf Maarten. De categorie die we nu gaan spelen is hoge nood, lage nood. Hoeveel liter bier gaat er doorheen deze 10 dagen? Hoeveel liter bier? 200.000. 200.000. Denk jij, Martin, dat dat hoge nood is of lage nood? Of, oftewel, meer of minder dan 200.000 liter bier? Lage nood. Nou, dan heb jij het in ieder geval goed. Een punt voor Martin. Martin, wat denk jij namelijk hoeveel het is? Het is 40.000 liter bier. Dan staat het op dit moment 2-1. 2 punten voor Martin, eentje voor Rolf. Wij vinden het ook spannend. Hè? Nou ja, als we naar de wc moeten, we zijn lekker dichtbij. Het hoeveelste jaar is Kermis FM al bij de Kermis Tilburg? Is dat hoge nood of lage nood? Ja. Dan is het op dit moment gelijkspel. En je hebt het helemaal goed. Dit is namelijk het 11e jaar van Kermis FM dat wij erbij mogen zijn. Er is het gelijkspel, dat houdt in, degene die deze vraag goed heeft, die maakt kans op de gouden toiletborstel die je aan het eind van de kermis bekend gaat maken. En die wil je winnen. De laatste vraag, hoeveel attracties staan er elk jaar op de kermis? En degene die er dichtst bij is, die heeft deze allereerste uitzending van de podcast 2019 gewonnen. Wat denk jij, Rolf? Hoeveel attracties staan er elk jaar op de kermis? 300. Martin, wat denk jij? Dan zat Rolf voor het dichtstbij. Het zijn elk jaar tussen de 230 en 240 attracties. Dat houdt in. Onze winnaar van de eerste podquiz is Rolf. Rolf, leuk dat je gekeken hebt naar de eerste aflevering van Toiletjuf Maarten. En daar staat naast me Rolf, de winnaar van de eerste quiz. Maar natuurlijk ook de verliezer, die staat er ook nog steeds. Martin, ik vond het leuk dat je meedeed. En ondanks dat je verloren hebt, maak er gewoon een feest van de kermis, hè, dit jaar. Hè? Oh, zeker. Ik wens jou een hele fijne kermis. Ja,
En voor onze winnaar, Rolf, natuurlijk ontzettend gefeliciteerd. Dankjewel. En nou, we gaan zien of Rolf inderdaad het beste is van het seizoen 2019. Of jij de gouden toiletborstel wint. Dat zie je in de laatste uitzending van Toiletjuf Maarten. Welkom bij de tweede uitzending van Toiletjuf Maarten. Wat ontzettend leuk dat je weer kijkt. We gaan snel de kermis op om te kijken of wij gezellige en leuke kandidaten kunnen vinden voor de potquiz. We hebben twee supergezellige kandidaten gevonden hier in Tilburg op de kermis. Naast mij zit, stel je eens voor aan de mensen. En Melanie. En waar komt Melanie vandaan? Gameren. Uit Gameren. En jij gaat het opnemen tegen? Martine. En waar komt Martine vandaan? Uit Gameren. Ook uit Gameren. Ik kom jullie allebei tegen op de kermis. Wat zijn jullie? Zijn jullie vriendinnen, zussen? Vriendinnen. Vriendinnen. Nou, we gaan kijken of dat na het spelen van deze quiz nog steeds zo is. Want de strijd is altijd heftig. We beginnen met de eerste vraag. Dat is urine waar of urine niet waar. En dan begin ik met jou, Melanie. Mijn stelling is, en dan moet je zeggen of het urine waar is of urine niet waar. De kermis is elk jaar op vrijdag, dus tijdens de opening, om 3 uur open. Is dat waar of is dat niet waar? Urine waar? Ja. Dat klopt, dat is helemaal goed. Is er om 3 uur. De rest van de dagen is het om 12 uur open. En op zondag om 1 uur. Maar tijdens de opening is het om 3 uur. Dat houdt in dat Melanie de eerste punt gewonnen heeft. De tweede vraag, ook in diezelfde categorie. Urine waar of urine niet waar. De kermis is sinds 1970 de laatste week van juli. Is dat urine waar of urine niet waar? Urine waar. Dat is helaas niet goed. Dan moet de punt toch naar Melanie. Het is namelijk sinds 1969. Dus het scheelt 1 jaartje. 2 punten voor onze Melanie. Maar het kan nog steeds, want ik heb nog 3 vragen. Dus als jij de komende 3 vragen goed hebt, dan maak je alsnog kans op de gouden wc-borstel. We gaan een nieuwe categorie spelen. En het is hoge noot, lage noot. Ik ga iets vertellen. En dan moet je het zeggen, een getal roepen. En dan mag Melanie zeggen of het hoge noot of lage noot is. Martine. Hoeveel wordt er omgezet in euro's tijdens 10 dagen kermis? Ja, dat kan zomaar een heleboel zijn. 50.000 euro. 50.000 euro, denk jij. En hoeveel denk jij dat het is? Denk jij hoge noot of lage noot? Hoge noot. Hoge noot. Nou, dan gaat de wc-rol wederom. Naar jou, de punt is voor jou, Melanie. Het is namelijk inderdaad hoge noot. Het is 2.541.062. Het was een boel geld, mensen. Daar kun je heel veel ritjes van in de zweefmolen. Dus ja, eigenlijk weet wel wie de winnaar is. Voor het sfeertje gaan we toch nog even de laatste 2 vragen doen. Ook in de categorie hoge noot, lage noot. Elk jaar is er ook een kermisexpo. Voor de hoeveelste keer is die dit jaar? 10 keer. 10 keer. Denk jij hoge noot of lage noot? Hoge noot. Nou, dan heb je toch een punt verdiend. Het is namelijk voor de 18e keer. Ah, daar wil ik toch een applaus voor. Martine! Ja hoor. Martine, in de allerlaatste vraag. Ik zou het leuk vinden als je die er toch goed hebt, ondanks dat je hem niet meer kan winnen. Hoeveel jaar bestaat de kermis Tilburg al? Doe eens een gokje, doe eens een gokje. 30 jaar. Denk jij hoge noot of lage noot? Ik denk hoge noot. Hoge noot. Dan gaat ook het laatste punt naar jou. Het is namelijk 49 jaar. 49. Houd in. Volgend jaar jubileum. Extra feest. Confetti. En naast me staat ze, de winnaar van de tweede uitzending van de potquiz van Toiletjuf Maarten. Jij hebt 4 punten. Je hebt wel dik gewonnen. Jij wist toch meer dan de kermis dan je zelf gedacht had. Ja, dat dacht ik inderdaad. En nu zelf nog de kermis over? Ja, we zijn er net. Wat is de eerste attractie waar je ingaat? In niks. Lekker kijken. Mag Martine mee dan? Ja. Nou, ze gaat eerst kijken als ze wat leuks vindt. Martine, je mag mee. Niet geworden, maar ik vind het toch ontzettend leuk dat je meegedaan hebt. Gelukkig. Het was jouw eerste keer kermis, geloof ik, hè? Ja, hier. Ja, ja hier. Gaan jullie het laat maken? Nee, denk het niet. Nee. Oh. Nou, ik wens je in ieder geval een hele fijne kermis. En ik zou zeggen, tot morgen, want we hebben weer een nieuwe uitzending. Nieuwe gezellige kandidaten voor de potquiz Toiletjuf Maarten.
tot morgen. Hoi. Je ziet het, de kandidaten voor de derde aflevering van Toiletjuf Maarten, die zitten er alweer klaar voor. Stel eens voor in de mensen, wie heb ik aan de linkerkant op de toiletpot zitten? Pim. En wie heb ik aan de rechterkant van het wc-bril ding gebeuren zitten? Ik ben Fee. Ja, want je zit op een gebeuren, je zit op een pot, je zit op een bril. Ja. Zit die goed? Mwa, het kan beter. Nou, de potquiz is niet zo heel erg lang. We hebben een paar pittige vragen. Ja. Het is heel makkelijk. We gaan gauw van start. We hebben 5 vragen. En degene die de meeste vragen goed heeft, die heeft gewonnen. De eerste vraag die is in de categorie urine waar of urine niet waar. En dan begin ik met jou, Pim. Want ook dit jaar is snollebollekes weer te vinden op de kermis Tilburg. Is dit waar of is dit urine niet waar? Waar. Dan is de eerste punt voor Pim. Want het is inderdaad waar. En je ziet hem in de bierhal hier op de Tilburgse kermis. De tweede vraag, en die is dan voor jou, Vee. De Tilburgse kermis is ook gestegen van de derde naar de tweede plaats qua media-aandacht. Is dit urine waar of is dit urine niet waar? Niet waar. Dat is urine waar. Ze zijn inderdaad gestegen naar de tweede plaats. En de enige die hoger staat, dat is de Vierdaagse in de Heimergen. Ja. Gaan we snel door naar de volgende categorie. En het is hoge nood of lage nood. En Pim, heb ik jou een vraag. Want hoe hoog is de allerhoogste attractie hier op de kermis in Tilburg? 210 meter. Zo, dan moet je mij die even vertellen waar die staat. De zweefmolen. Want ik heb een hele andere attractie staan namelijk. Denk jij dat het hoge nood is of lager? Dus denk jij dat die attractie hoger is of lager? Lager. Lager, dan gaat de punt naar jou, Vee, want het is namelijk maar 80 meter. Oh. Wat? Ja, en het is Around the World, de attractie. Het staat op dit moment hier op de Tilburgse kermis. 1 punt voor Vee, 2 tegen Pim. En Pim, we gaan kijken of je de volgende ook goed hebt. In de categorie hoge nood of lage nood. Voor hoeveel geld is er namelijk in 2000 opgehaald op Roze Maandag aan Wuppies? 2000 was het jaar van de Wuppies. En op Roze Maandag hebben ze verkocht voor het goede doel. Dat was het AIDSfonds. Maar hoeveel geld is dat geweest? Ik denk 1 miljoen. Jij denkt 1 miljoen. En wat denk jij, Vee? Is dat hoge nood of lage nood? Hoger. Hoger. Het is lager. Oh. Het is namelijk geweest... even kijken, ik heb het opgeschreven. 20.000 euro. Kijk, het staat in hele kleine lettertjes. Zie je het? Dat is 20.000 euro geweest. Dan staat het op dit moment 3-1. Dus we weten eigenlijk al wie de winnaar is. Maar om het toch een beetje spannend te houden, ook voor de mensen thuis, doen we nog een laatste vraag erin. En die vraag ik dan aan jou, Pim. Want hoeveel dagen duurt de Tilburgse kermis? 10. Hoeveel duurt de dagen duurt de Tilburgse kermis? 10. Hebben jullie allebei goed? Jullie krijgen allebei een punt. Oftewel, allebei een wc-rol. Dat het in dat Pim heeft gewonnen met 4 toiletrollen. De mensen uit Heerlen, ze staan naast me. Ze is nou wel een hele goede tweede ben je geworden. Dat is Vee. Voor de podcast leuk? Ja, het gaat. Vond je het wel gezellig? Ja, ik vond het heel gezellig. Nou, ik vond het tof. En jouw moeder moest je tegen opnemen, hè? Ja, maar zij is een makkelijk type, dus dat kan ik eigenlijk wel aan. Maar ja, kan het goed zijn. Nou, we gaan naar het makkelijke type. Pim, ben je een makkelijk type? Ja hoor. Ook tijdens de kermis? Ja hoor. Je bent eerste geworden. Je had alle vragen. 4 wc-rollen. Ja. Ik zou zeggen, nog een hele fijne kermis zometeen. En omdat je eerste bent geworden, gooien we jouw naam ook in de grabbelpot. Ja. En dan weet jij of je kans maakt op de gouden toiletborstel. Want degene die het allerbest gedaan heeft, die krijgt ook nog de gouden wc-borstel. Super. Dus ik zou zeggen, blijf kijken naar Toiletjuf Maarten. De volgende uitzending hier op de Tilburgse kermis. Hoi mensen, wat ontzettend leuk dat je weer kijkt naar de hele nieuwe aflevering van Toiletjuf Maarten. En ook vandaag hebben wij weer 2 fantastische kandidaten weten te vinden hier op de Tilburgse kermis.
We zitten in een binnenstudio vandaag. We hebben de wagen omgebouwd tot tv-studio, want wat een rot weer is op de kermis. Ondanks het weer toch naar de kermis? Ja, zeker wel. Al de hele dag. Ook nog attracties in geweest, ondanks de regen? Ja, heel veel. Voor de mensen die zitten te kijken, wat is je naam en waar kom je vandaan? Ik ben Rebecca en kom uit de Leer. Rebecca uit de Leer. En jij gaat het opnemen tegen? Paul. En ik kom uit Schravenzanden. Schravenzanden tegen de Leer. Wat zal het worden? Nou, wij gaan gelijk los hier op de Tilburgse kermis. We doen twee categorieën. De eerste categorie is urine waar of urine niet waar. Ik heb een stelling. En dan mag je zeggen of het urine waar is of urine niet waar. En Rebecca, ik begin met jou. De kermis in Tilburg is gisteren een uur langer open geweest in verband met het warme weer. Is dat urine waar of is dat urine niet waar? Urine niet waar. Het is urine waar is het. Inderdaad, gisteren vanwege het warme weer was de kermis niet tot 1 uur, maar tot 2 uur open. Paul, let dat in dat jij de eerste punt binnen hebt gehaald. De tweede stelling, Paul, is ook gelijk voor jou. De tweede stelling die ik voor jou heb. Zwieren en zwaaien heeft dit jaar de Nostalgie Kermisprijs gewonnen. Is dat urine waar of is dat urine niet waar? Urine waar. Paul, je hebt de tweede punt. Dat is inderdaad waar. Dat is namelijk afgelopen woensdag begint gemaakt hier op de kermis. De volgende categorie zijn we naartoe aanbeland. En dat is hoge nood, lage nood. Ik stel een vraag en dan mag jij een getal oproepen. En dan vraag ik aan Paul, is het hoge nood of lage nood? Waar ik mee begin, de vraag is voor jou. Voor welk bedrag kun je vanaf elk station in Nederland naar de kermis in Tilburg? 5 euro. Denk jij, Paul, is dat Wat denk jij, Paul, is dat hoge nood of is dat lage nood? Hoge nood. Paul, dan heb jij alweer een punt verdiend. En in beeld zie je ook alweer een wc-rol erbij voor Paul. Het is namelijk 18 euro. Van elk station in Nederland kun je dus hier naar de Tilburgse kermis. Volgende vraag, die is voor jou, Paul. Voor de hoeveelste keer is de Kermis Tilburg Run georganiseerd dit jaar? 20ste keer. Voor de 20ste keer. Denk jij hoge nood of lage nood? Lage nood. Nou, heb jij ook een punt verdiend. Eén wc-rol voor Rebecca. Het is namelijk voor de tweede keer. Vorig jaar was de eerste keer. 1 keer meegedaan. Nooit meer, mensen. Afzien. Het is spannend. Het tweede seizoen van Toiletjuf Maarten. De laatste vraag. Ik begin met jou, Paul. Is door de warmte ging dit jaar de Bad-eendjesrace in de Piershaven niet door. Komt er een nieuwe datum, ja of nee? Ja. Nou, dan heb je helemaal goed, Paul. Dan heb jij, ik zie, nou weet je, Paul, jij hebt sowieso deze aflevering gewonnen van Toiletjuf Maarten. Maar ik zie ook dat jij het hele seizoen gewonnen hebt. Dat betekent, Paul, dat jij de Gouden Toiletborstel 2019 hebt gewonnen. Yes! Kom, gaan we naar buiten om het te vieren. Ik dacht het wel, ja. De kandidaten van de Potquiz 2019. Het is niet zomaar een uitzending. Het is gelijk de uitzending waarin wij een echte winnaar hebben. Hij staat naast me. Ik heb voor jou de echte officiële Gouden Toiletborstel 2019. Mag ik jou feliciteren? Ja, bedankt. Mag ik jou ook de Gouden Toiletborstel overhandigen? Kijk eens even, dat is helemaal super geweldig, jongens. Ik ben er ontzettend blij mee. En weet jij ook al waar je hem gaat neerzetten? Ik ga hem in het toilet natuurlijk neerzetten. Op het toilet natuurlijk. Wij gaan hier nog een feestje bouwen met de winnaar en natuurlijk ook met de verliezer. Rebecca, kom er even bij. Wij gaan hier nog vieren. De Gouden Toiletborstel 2019. Tot volgend jaar op de Tilburgse kermis. Voor weer een nieuw seizoen. Toiletjuf Maarten. Tot ziens. Hoi. Attention!